En Jeltsin had de pest aan Gorbatsjov. Die hadden al een lange geschiedenis van ruzie. Jeltsin voelde zich gepiepeld door Gorbatsjov. En wat dacht Jeltsin? Die dacht, ik moet van Gorbatsjov af. Hoe gaan we dat doen? Dat gaan we heel simpel doen. Het verlossen. Kunt u mij horen? Ja, het gaat in deze podcast over van alles en nog wat. Het gaat over de actualiteit, het gaat over de geschiedenis. En als je er nou zeker van wilt zijn dat je geen enkele aflevering mist, zorg dan dat je de podcast volgt. Dat doe je door op Apple Podcast te klikken op het plusje rechtsboven in je scherm. Op Spotify druk je op volgen en het belletje. En het leuke is, je krijgt dan vanzelf een seintje als er weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Er zijn er veel vragen binnengekomen van mensen over Gorbatsjov. Ja, daar wou ik ook iets over zeggen. Dus dat is heel passend dat ze daar ook veel vragen over gesteld hebben. Want dat is toch een hele interessante figuur. Er is ook heel veel aandacht aan hem besteed. Ik begreep dat hij ook toch bij de begrafenis enorm veel publiek had getrokken. We hebben natuurlijk ook gehoord dat Poetin in verband met zijn werkschema geen tijd had om naar de begrafenis te komen. Hij was wel geloof ik naar de opgebaarde Gorbatsjov gaan kijken, waarbij je, althans daar zag ik beeld van, in het ziekenhuis of zoiets dergelijks, waarbij je een roosje neerlegde. Ja, een beetje kinderachtig Poetin, dat je niet naar die begrafenis gaat. Maar goed, we weten hoe hij erover denkt. En hij ziet natuurlijk, Gorbatsjov ziet hij als de afbreker, van het imperium wat hem zo lief is en wat hij zo graag terug zou zien, wat hij overigens nooit terug zal zien. Daar ben ik vrij vast van overtuigd. Want Rusland is niet in staat om een zodanig imperiale politiek te voeren dat het imperium wat Gorbatsjov prijs heeft gegeven, dat weer terug zou keren. Dat is simpelweg totaal uitgesloten. Dus ja, hij had niks met Gorbatsjov op. Veel Russen heb ik begrepen. Hij had ook niet veel meer met Gorbatsjov op. En dat is ook wel weer begrijpelijk, omdat natuurlijk Gorbatsjov's hervormingen, waar we zo over te spreken komen, natuurlijk de opmaat waren voor die volkomen chaotisering van Rusland, het verdwijnen van de Sovjet-Unie, waar we ook nog iets over moeten zeggen, en de chaotisering van Rusland in de jaren 90 onder Jeltsin, die minstens evenveel schuld draagt aan deze ongelooflijke implosie, Als Gorbatsjov. Dat is voor veel Russen natuurlijk een enorm traumatiserende periode geweest, waarbij hun pensioen in het gedrang kwam, de medische zorg verslonst werd. De gemiddelde te verwachte leeftijd van de Russische man is met jaren en jaren achteruit gelopen. Over zijn enige twee landen waar dat de afgelopen 30 jaar het geval is geweest, de Verenigde Staten, merkwaardig genoeg, en Rusland. In Rusland meer dan in de Verenigde Staten, maar in de Verenigde Staten heb je die opioïdecrisis, die ook, laten we zeggen, de onderkant van de blanke bevolking ernstig heeft getroffen. Maar nu Gorbatsjov, want laten we eerst even kijken naar zijn carrière. Want hij komt natuurlijk aan de macht in 1985. Daar zijn enkele wonderbare jaren aan vooraf gegaan, namelijk dat de zittende macht, die grotendeels bestond uit 70'ers met slechte gezondheid, die werd eigenlijk weggevaagd door de dood. Want eerst ging Brezhnev dood in zijn slaap, ik meen in 82. Brezhnev was een ruïne, die was nauwelijks functionerend, die was afhankelijk van allerlei medicijnen enzovoort. Dus Brezhnev wordt opgevolgd door Andropov. Die ook wel een kampioen van Gorbatsjov was in later. Andropov is niet lang aan de macht geweest, want die kreeg griep. Een hele gekke griep, een Sovjetgriep, en waardoor hij doodging. Toen was natuurlijk al die kwestie, moeten we nog doorgaan met dit sterfhuis? Ja, het politbureau heeft toen beslist om toch nog een van de oudjes te benoemen tot chef, namelijk Tsjernenko. Maar bij de presentatie van Tsjernenko bleek eigenlijk al, Tsjernenko gaat het niet lang maken. Ik meen dat er een verpleegster bij was, dus je dacht al, oh jee. Tenslotte gaat ook Tsjernenko dood in 1985. En dan geschiet het wonder dat namelijk een van de allerjongste, zo niet het jongste lid van het politbureau, namelijk Gorbatsjov, dat hij benoemd wordt tot chef.
En dat is natuurlijk alleen mogelijk. Kijk, als men had vermoed wat hij zou gaan doen met, en de gevolgen daarvan, nou ja, dan begrijp je. Dan was hij meteen naar de kwikmijnen gestuurd, mag ik aannemen. Maar goed, nee, ik denk dat Gorbatsjov min of meer tot het eind van zijn dagen een gelovige was die in het communisme geloofde. En die dacht dat hij met een terugkeer naar leninistische principes in principe een zodanige grondige hervorming tot stand zou kunnen brengen, dat daarmee het Sovjet-experiment in de ruimste zin van het woord zou kunnen worden gered. Dat was zijn idee. Want ik denk dat die andere leden van het politbureau heel goed wisten dat hij een gelovige communist was. Hij geloofde in de goede zaak. Hij meende alleen dat de goede zaak ontspoord was. En inderdaad, dat klopt. Want natuurlijk in de jaren 80, maar ook al in de late jaren 70, was die Sovjet-economie totaal vastgelopen. Dat was echt, daar zat echt geen enkele groei meer in. En ook daarvoor leefden ze al van de export van fossiele brandstoffen. Nou ja, toen kreeg je die crisis in de jaren 80 en zo. Dus dat, de Sovjet-Unie was in de bestaande vorm eigenlijk aan het eind van zijn Latijn. Daar kwam nog bij dat de politbureau in 1979 in Afghanistan geïnterveneerd had en die interventie die functioneerde voor geen meter. Dat was een van de bijdragen tot, laten we zeggen, de versnippering en de verrafeling van het Sovjet-regime. En Gorbatsjov had zich voorgenomen om zowel intern de Sovjet-Unie te hervormen als ook het Sovjet-imperium te hervormen. En dat laatste, naar mijn idee, laten we daar maar mee beginnen, met goede redenen. Want dat imperium was eigenlijk het cordon sanitair wat de Russen zich hadden verworven door het winnen van een Tweede Wereldoorlog. Want dat gaf hen de kans in feite om heel Oost- en Centraal-Europa te beheersen. Je kunt rustig zeggen, heel Oost- en Centraal-Europa waren bezet door het Rode Leger aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En aan die bezetting, want het was gewoon een bezetting, was geen einde gekomen. Sterker nog, met enige regelmaat waren de bezette volkeren in opstand gekomen. De Duitsers al in 1953. De Polen in 1956, Hongaren idem dito 1956, later Tsjechoslowakije 1968, daarna weer de Polen. Het was voortdurend bal. Iemand die er serieus over na kon denken, die moet hebben gezien, dit is niet, dient tenslotte niet op de been te houden, dit moet anders. Bovendien had natuurlijk het hele idee van een cordon sanitair, waarbij denk je dan aan Duitse panzerdivisies die in het bekende Duitse tempo door het land razen. Dat had natuurlijk geen betekenis meer met de nucleaire bewapening. In feite was het hele idee van een cordon sanitair was een beetje verouderd geraakt. Daarom begrijp ik ook niet dat Poetin dat allemaal zo belangrijk vond. Bovendien kost het imperium bakken met geld. Niet alleen vanwege de bezetting met dat Rode Leger, want dat was wat hoor. Ook alleen al in de voormalige DDR had je 400.000 man. Plus alle outillage die bij een zo omvangrijk leger hoort. Maar ook omdat ze hele goedkope energie leverden aan de bezette landen. Om ook een gebaar te maken. Waarvan ze wel wisten dat ze de energie op de wereldmarkt zouden verkopen. Dat ze er heel wat meer aan zouden verdienen dan nu. Want nu verdienden ze er eigenlijk niks aan. Het kostte ze geld. Kortom, het imperium kostte bakken met geld en bovendien was er voortdurend opstand in het imperium. En dat zou toch ook Poetin moeten zien, dat je kan wel een imperium hebben, maar als de leden daarvan voortdurend in opstand komen en komen zeggen dat ze er gewoon genoeg van hebben, waar ze groot gelijk in hadden natuurlijk, want het was bezetting, het was repressie. Hè. Ja, je vraagt je eens af, kan Rusland eigenlijk wel iets zonder repressie? Nou ja, dat is weer een wat grotere vraag natuurlijk. Dus Gorbatsjov heeft al in een relatief vroeg stadium, kan zijn dat het 86 was zo, tegen die leiders van die verschillende bezette landen en de communistische partijen die daar natuurlijk aan de macht waren, gezegd, jongens, luister eens even. Ik ben eigenlijk niet van plan om het Rode Leger te blijven gebruiken als bezettingsmacht.
Jullie mogen zelf weten wat je gaat doen. Maar als er problemen zijn, dan blijven wij in de kazerne zitten. Dat had hij gezegd. Dat heeft eigenlijk enige tijd geduurd voordat dat doordrong tot die verschillende bezette landen, het Rode Leger, bezette landen. Maar tenslotte dachten ze, oké, als dat dan zo is, dan. Het vermoeden van Gorbatsjov is ongetwijfeld geweest, want Gorbatsjov, dat moet gezegd worden, was eigenlijk een betrekkelijk naïeve man. Hij dacht toch te veel in. Hij had zich niet gerealiseerd dat als je een minimale mate van vrijheid geeft, dat dan heel snel mensen zeggen, dan willen we nog weer wat meer vrijheid erbij hebben. Dit is te weinig, we willen de volgende stap doen. Dus hij had niet verwacht ook dat het nationalisme in een zo pregnante en agressieve vorm zich tot ontwikkeling zou komen als hij, laten we zeggen, de druk van de ketel haalde. De deksel van de pan zou halen. Dat was het idee. Want ja, wat er vervolgens in Oost-Europa gebeurd is, en dat is natuurlijk het meest duidelijk geworden in het wonderjaar, want je kunt het toch best achteraf een wonderjaar noemen, was 1989. Dat heel veel van die landen zeiden, oké, wij willen zelfstandig worden. En niet op de manier waarop Gorbatsjov het waarschijnlijk verwacht had, namelijk dat er een soort sympathieke communist aan de macht zou hebben, een soort sociaal-democratisch georiënteerde, want dat was Gorbatsjov ook wel een beetje. Ja, hij was communist, maar hij wilde toch meer aandacht besteden aan het democratische aspect, laten we het maar zo noemen. Nou ja, dus dat ja, al heel snel was natuurlijk, ja, ontwikkelde de zich in de Oost-Europese, Centraal-Europese en denk ook aan de Baltische Republieken zich zo dat ze op weg gingen naar zelfstandigheid. En niet alleen gingen ze op weg naar zelfstandigheid, maar in no time werd natuurlijk duidelijk dat hun grootste ambitie was om die klote Russen ook op de lange termijn zich van het lijf te kunnen houden, namelijk door lid te worden van de NATO en daarna lid te worden van de Europese Unie. Want ja, je hebt dat de Polen, de Polen moeten ook niks van de Europese Unie hebben. Je weet dat ook als Polen in de hemel komen, moeten ze ook niks hebben van het beheer van ons lieve Heer en de Heer Jezus. Ze zullen onmiddellijk in gaan demonstreren en roepen dat het allemaal anders moet. En de Heer Jezus een veel te tolerante figuur is. En ja, onmiddellijk een Pool benoemd worden. Nou goed, ze hebben Wojtyla dus misschien. Al was Wojtyla wel een hele intelligente Pool. Ik ben afgedwaald van mijn thema. Maar goed, ja, zij dachten natuurlijk, en terecht, we komen zo op dat punt van die uitbreiding van die NATO, want dat moeten we toch even aan de orde stellen. Maar dit was één kant van zijn hervormingsprogramma. En dat betekende eigenlijk het verlies van het imperium. Het was niet dan, als je de deksel van de pan haalde, dan begonnen de kikkers enorm uit de pan te springen. Dat was toch zodra je de teugels liet vieren, dan wilden mensen heel iets anders dan wat Gorbatsjov wellicht had verwacht in zijn naïviteit, dat er een soort sympathieke linkse, toch pro-Russische regimes aan de macht zouden komen. Het tegendeel was meestal het geval. Vandaar dat het imperium verloren is gegaan. Laten we meteen al een nuttige boodschap laten horen. Namelijk dat dit voor miljoenen mensen, tientallen miljoenen mensen, bevrijding betekende. Dat een deel van de bevrijdenen, denk aan de Hongaren en de Polen, er vervolgens een zootje van gemaakt heeft, namelijk zichzelf opnieuw geknecht heeft, maar nu langs democratische weg. Ja, dat hadden wij ook niet zien aankomen. Daarvoor zijn we natuurlijk allemaal bitter teleurgesteld. We hadden gehoopt dat het min of meer fatsoenlijke, stabiele democratieën zouden worden. Leek aanvankelijk ook het geval, maar nou. En dan zijn er nog landen waar het net afgewend is. In Tsjechië heeft die man toch verloren, godzijdank. Die multimiljardair en in Slovenië geloof ik. Nee, in Slowakije is het ook het ergste vermeden. Maar toch. Het was een bevrijding. Hij heeft miljoenen mensen bevrijd. Zeg je vanuit westers perspectief natuurlijk, hè? Zeg ik vanuit westers perspectief. Poetin zal er anders over denken. Die zal zeggen, het is de grootste zegen die een land kan overkomen, is dat hij onderdrukt wordt, dat het onderdrukt wordt door Russen. Dat is het fijnste wat je kan overkomen.
Russische gevangenenkampen, Russische gevangenissen, Russische politie, dat is iets magnifieks. Kijk wat wij er een enorm succes van hebben gemaakt in Rusland. Ongelooflijk, wat een heerlijk land, wat ook miljoenen emigranten trekt. Iedereen wil naar Rusland, iedereen wil daar zijn. Het tegendeel, zoals we weten, is het geval. Rusland verliest op hele grote schaal mensen die wat kunnen. Je begrijpt toch wel, Rusland heeft op zichzelf een goed draaiend onderwijssysteem. Je begrijpt toch wel dat als je wat kunt en je denkt aan die lui die in Amerika miljarden verdiend hebben, dan denk je toch, ik moet hier weg en wel zo snel mogelijk. Dat dan misschien via Turkije moet of nou ja. Nee, je wilt zelfs snel. Iedereen die de mogelijkheid heeft, zal wensen te vertrekken, denk ik althans. Goed, maar het belangrijkste wat Gorbachev heeft gedaan is het bevrijden van tientallen miljoenen mensen van het juk van de Russische onderdrukking. Dat ze vervolgens deels overgegaan zijn tot het zichzelf onderdrukken, dat is wat anders. Maar in ieder geval hebben ze zichzelf democratisch onderdrukt. Hè? Polen en Hongarije, allebei. Maar nu de Sovjet-Unie zelf. Want daar zijn we nog steeds en hij wilde ook de Sovjet-Unie hervormen in de zin dat hij die economie wilde dynamiseren, weer op gang wilde brengen. En hij had natuurlijk het voorbeeld eventueel van de Chinezen, maar dat voorbeeld heeft hij zeker niet gevolgd. Eigenlijk is zijn hervorming van de Sovjet-Unie, die is mislukt omdat hij dat helemaal niet goed doordacht had, daar was niet goed over nagedacht. Kijk, hoe hebben de Chinezen het gedaan? Die hebben China hervormd van onderop, maar tegelijkertijd met, toen het ook daar natuurlijk de vrijheidsliefde wel iets te groot bleek te zijn voor de partij, is er natuurlijk in 1989 op dat plein van de hemelse vrede, is keihard ingegrepen. Maar dat wilde Gorbachev eigenlijk ook weer niet doen. Dus hij is begonnen met dat apparaat te hervormen, dat gigantische. Misschien ook wel omdat de Sovjet-Unie zich industrieel organisatorisch al in een verder ontwikkeld stadium bevond dan China, was het tegelijkertijd moeilijker om het behoorlijk te hervormen. Maar in ieder geval werd die hervorming tegengewerkt. Dat bleek in de praktijk eigenlijk, het leek heel wat die hervormingen, maar ze werkten helemaal niet goed. En het gevolg was dat zich in de Sovjet-Unie een soort organisatorische implosie heeft voorgedaan. Dus er ontstonden tekorten aan Jan van alles en nog wat. Er ontstonden steeds grotere problemen. Die waren er in feite in 89, 90 waren die er al. En toen was al duidelijk dat die hervorming op die manier, dat niet de goede kant op zou gaan. Daar kwam bij dat Gorbachev zelf nooit democratisch gekozen is. Hij is wel door een soort van gremium van communisten gekozen, maar nooit democratisch gekozen. Hij had wel de ruimte gecreëerd voor democratische verkiezingen in de verschillende republieken. En een van de democratisch gekozenen was Yeltsin. En Yeltsin had de pest aan Gorbachev. Die hadden al een lange geschiedenis van ruzie. Yeltsin voelde zich gepiepeld door Gorbachev. En wat dacht Yeltsin? Die dacht, ik moet van Gorbachev af. Hoe gaan we dat doen? Dat gaan we heel simpel doen. Ten eerste was Yeltsin zijn positie enorm versterkt door de staatsgreep die in de zomer van 1991 heeft plaatsgevonden. Er was een staatsgreep vanuit het politbureau tegen Gorbachev. En aan die staatsgreep, die was heel slecht georganiseerd en Yeltsin nam het initiatief en al heel snel werd duidelijk dat de staatsgreep mislukt was. Maar daardoor had eigenlijk Gorbachev het groot deel van zijn krediet verspeeld. En Yeltsin had in feite was de overwinnaar in dat conflict. In datzelfde jaar 91 dacht hij, hoe kom ik van Gorbachev af? Dat was het idee eigenlijk. Ik moet er nog even bij zeggen dat Gorbachev zelf ook wel begreep dat wat zijn ambities waren, dat niet goed liep, om het maar even zo te zeggen. Er is natuurlijk ook nu opgewezen dat hij weliswaar weinig geweld heeft gebruikt, maar dat er wel degelijk geweld gebruikt is in die, laten we zeggen, in die implosie van de Sovjet-Unie
denk vooral aan de Baltische Republieken. Nou wil ik dat geweld niet bagatelliseren, maar ik geloof dat in Litouwen 14 doden zijn gevallen. Als je denkt dat deze immense implosie, want dat was het wereldrijk, het was de een na machtigste natie ter wereld, niet waar dat eigenlijk min of meer geruisloos verdwenen is, tot Poetins latere weerzin natuurlijk, maar dat ik vind dat het aantal doden, dat toch eigenlijk relatief beperkt is geweest. Ja, ook in Georgië zijn doden gevallen enzovoort, dat is waar. Maar de Baltische Republieken moeten ook weer niet al te veel piepen. En dat vind ik eigenlijk voor iedereen die kritiek had op Gorbachev feitelijk is dat die tientallen miljoenen mensen de mogelijkheid heeft geboden om een vrij en democratisch bestaan te leiden. Ze kunnen nog zoveel piepen in de Baltische Republieken. Zonder Gorbachev waren ze nog steeds onderdeel van de Sovjet-Unie geweest. Nu terug naar Jeltsin. Jeltsin wou van Gorbachev af. Hoe kon hij van Gorbachev afkomen? Door het opdoeken van de Sovjet-Unie. Dat legt Poetin je nooit uit, maar in feite door de Russen zelf is de Sovjet-Unie opgedoekt. Want Jeltsin is gaan praten met de leiders van de Oekraïne en ik geloof in eerste instantie van Kazachstan. En hij zegt, weet je wat wij doen? We heffen gewoon de Sovjet-Unie op. Want als we de Sovjet-Unie opheffen, dan is ook de president van de Sovjet-Unie, in casu de niet-democratisch gekozen Gorbachev, die is zijn baantje kwijt. En zo is het ook gegaan. Dus in december 1991 hebben zij een verdrag gesloten, waar zich later de andere republieken van de Sovjet-Unie bij hebben aangesloten, waarbij de Sovjet-Unie als geheel is opgeheven. Nogmaals, dat is niet waar het ragfijne machiavellistische spel van de westerse onderdrukkers geweest. Nee, dat hebben ze zelf gedaan. En misschien ook wel terecht. Laten we eerlijk zijn, de Sovjet-Unie, het idee van het arbeidersparadijs, van de arbeidersrevolutie, was een kapitale, pijnlijke, gruwelijke mislukking geworden. Dat was het wat mij betreft al met Stalin. Al kun je nog bij Stalin zeggen van de Sovjet-Unie heeft natuurlijk wel een wezenlijke bijdrage geleverd aan de overwinning op Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, zonder meer. Maar het Sovjet-experiment als zodanig, als ideologie van bevrijding, van de mogelijkheid om ook de gewone man een fatsoenlijk en democratisch bestaan te gunnen, dat was al lang en breed mislukt. Ik bedoel dat dit soort van bewegingen, het gaat er altijd om van wij komen u bevrijden. Jij zegt, ja, ik heb helemaal geen behoefte aan bevrijding. Dan, sorry, maar dan gaan we u opsluiten in een kamp. Want dan moet u bevrijd worden door ons. En dat kan een hele harde. Nou ja, hè? Er is altijd, tenslotte, altijd dwang als de mensen niet mee willen doen. Goed, ze heffen de Sovjet-Unie op. Jeltsin is dan de gekozen president van de Russische Republiek. En eigenlijk komen dan de jaren 90. En dan. Ja, implodeert eigenlijk Rusland. De economie functioneert niet meer. Doen ze er allerlei praktische problemen voor. Ze vragen nog wanhopig steun aan de Amerikanen. Jullie hebben dat Marshallhulp, dat hebben jullie zo lollig gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Kunnen wij ook niet wat krijgen? Nou, de oude Bush was daar falikant tegen. En dan geraken we aan het probleem natuurlijk van de NATO. Want al die landen die bevrijd waren, die dachten ja, hoe lang gaat dat duren? He, wat voor zekerheden hebben we dat die Russen tenslotte weer terugkomen? Hoe moeten we dat oplossen? Dat probleem waar ze achteraf gezien natuurlijk groot gelijk in hadden. Het beste oplossing is dat we lid van de NATO worden. En Bush, de oude Bush, had gezegd, en dat ging dan over die kwestie van, zou er eigenlijk niet voor heel Europa een nieuw veiligheidssysteem moeten worden ontworpen waarvan Rusland een onderdeel zou zijn. En dat hoor je nu ook weer, hadden we dat nou maar gedaan, want dan. De oude Bush heeft meteen gezegd tegen Baker, zijn minister van Buitenlandse Zaken, ik voel er een donder voor, dat gaan we helemaal niet doen. We gaan ook niet onderhandelen over of we wel of niet een lid van de NATO mogen worden. Wie lid van de NATO wil worden, die kan het wat mij betreft doen. En zo is het ook gegaan. Heeft Baker ooit beloofd aan Gorbachev dat de NATO not an inch verder zou worden uitgebreid? Nee, dat heeft hij nooit beloofd. Uit archiefonderzoek blijkt ook dat dat misschien wel eens min of meer gesuggereerd is door de Duitse onderhandelaars.
Met name Genscher zou dat wel eens gezegd hebben. Maar de Amerikanen hebben dat in feite niet gezegd. Was het verstandig geweest om in de jaren 90 te zoeken naar een alternatief veiligheidsmodel waar Rusland ook een deel van zou zijn geworden? Misschien wel. En er is ook tijdelijk een soort van organisatie geweest waar ook de Russen lid van waren. Een soort Europees gemeenebest als het ware. Maar, en Clinton was zich zeer wel bewust ook van de problemen die er lagen. Dat Yeltsin boos zou zijn over uitbreiding van de NATO. Maar met die gemeenebest constructie, niet waar, leek de ergste kou uit de lucht te zijn. Maar daar hebben zich ook ongelukkige ontwikkelingen voor gedaan in Amerika, doordat de Republikeinen in 1994 de tussentijdse verkiezingen hadden gewonnen. Die waren er erg voor om al die landen lid van de NATO te laten worden, zo snel mogelijk in principe. En ook het optreden van Yeltsin ging vaak gepaard met hele onaangename gewelddadigheden, ook tegen de oppositie in Rusland. Dus ja, de Amerikanen die zijn teruggekrabbeld van dat idee. Nogmaals, nu hebben we allemaal toch een beetje spijt dat we niet A, wat meer hebben geholpen, B, niet een pan-Europese veiligheidsorganisatie hebben geprobeerd te creëren waarin ook de voormalige Sovjetrepublieken zouden kunnen participeren. Ja, dat is begrijpelijk dat wel spijtgevoelens heeft. En veel mensen die erover hebben geschreven, die zeggen het had gekund. Ik weet het niet. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Laat ik erbij zeggen dat ik in dat tijd was ik tegen die uitbreiding van de NATO. Het leek me dat je dan niks anders deed dan het ijzeren gordijn eigenlijk naar het oosten opschuiven. Maar niets deed aan de essentiële en toch pijnlijke tweedeling van Europa. Ik was in die tijd in goed gezelschap, ook bijvoorbeeld Bolkestein was niet voor de uitbreiding van de NATO. Al heeft hij tenslotte in het parlement zitten, geloof ik, daar wel voor gestemd. En achteraf moet ik zeggen, dat was allemaal wel lollig, die Europese samenwerking of het Europese huis, zoals Gorbachev altijd had gezegd, er moet een Europees huis komen waar wij allemaal democratisch in kunnen wonen. Ik weet dat niet, eerlijk gezegd. Achteraf moet je zeggen, stel voor dat je in Estland woont, of in Letland, of in Litouwen, laat staan de Oekraïne, nog iets ingewikkelder vraagstuk, wat overigens door Clinton bijvoorbeeld heel goed gezien werd, dat de Oekraïne een beetje tussen de wal en het schip in zou vallen. Maar goed, ik denk dat ze in Estland, Letland, Litouwen nu toch wel heel erg blij zijn dat ze zo snel mogelijk lid van de NATO zijn geworden. En misschien geldt dat ook wel voor Polen. Ja, de Hongaren die hebben het zo. Nou, dus ja, je hebt makkelijk praten. Het is een idee van, god, hadden we het allemaal niet veel beter kunnen doen. Wie weet. Maar of dat ertoe geleid zou hebben dat met name die ontwikkelingen in Rusland in de jaren 90 anders zouden zijn geweest. Kijk, toen Poetin aan de macht kwam, dat is ook ergens de laatste, weet ik, weken van 1999. Hij is nu ruim 22 jaar aan de macht. Nou, mevrouw, dit was nou niet nodig om. Je hoorde dat ze koppeling en gaspedaal niet behoorlijk gecoördineerd had. Maar goed, ik dacht ook dat Poetin, zeker in het begin, je weet, hij was de eerste die belde na 9-11 of die kon helpen. In de eerste jaren leek die eigenlijk niet een vijandige houding ten opzichte van het Westen in te nemen. Dus het is allemaal totaal anders gelopen. Wat deels ook misschien wel te wijten valt, daar heeft het ook wel zo gehad geloof ik, aan het optreden van het Westen. En in 2007 houdt Poetin zo'n toespraak waarin hij zegt van ja, ik moet van alles en nog wat, moet ik me aan houden. En Amerikanen die doen me raak. Waar die groot gelijk in had natuurlijk met die volkomen mallotige bezetting van Irak en alle geleugens waarmee dat gepaard gegaan is. Dus ja, het is uiteindelijk heel anders gelopen. Het is uiteindelijk in allerlei opzichten veel minder vrolijk afgelopen dan we in 1989 en de eerste jaren daarna dachten. Desalniettemin is het Sovjet-imperium verdwenen, waardoor tientallen mensen, miljoenen mensen, niet waar,
in vrijheid kunnen leven. Dat ze vaak van die vrijheid geen bal terechtgebracht hebben, dat is waar. Maar dat is op hun eigen lullige initiatief geweest. En niet door druk of repressie van anderen. Ja, dat is een beetje... Dus ja, er is allerlei mogelijkheid. Was Gorbatsjov een treuzelaar? Ja. Was Gorbatsjov een beetje een waarhoofd? Ja. Was hij in sommige opzichten te idealistisch? Had hij dingen niet scherp genoeg doordacht? Het is allemaal waar. Feit blijft, hij heeft tientallen miljoenen mensen bevrijd van Russische repressie. En we weten allemaal, als we Poetin zijn zin zouden geven, dat die repressie voor een belangrijk gedeelte weer terug zou keren. Kennelijk kan Rusland het niet af zonder repressie. Nee. Toch een beetje trieste herinnering dat hij dus in het Westen held is, hè? En ja, in zeker. Eigen land niet. Ja, maar wel interessant dat hij ook ten aanzien van Poetin toch ook heel ambivalent was. Bij de bezetting van de Krim in 2014, daar was Gorbatsjov wel voor. Ja, Krim is altijd een deel van Rusland geweest, daar moeten we nou niet moeilijk over doen. Wat mij in de tijd ook eigenlijk wel een acceptabel standpunt leek. Maar ja, Poetin heeft zich natuurlijk nog weer veel meer ontwikkeld in repressieve zin. En nou ja, het is nu een buitengewoon onaangename politiestaat geworden, waar dus de critici vermoord worden. En nou ja, het is en bovendien een idiote oorlog wordt gevoerd in de Oekraïne. Ja. Kan zijn dat de Oekraïne niet wint, maar één ding is zeker, de Russen winnen het ook niet. Nee. Ze vechten nu om Gerson, hè? Belangrijke plek. Ja, dat is eigenlijk onduidelijk wat zich daar precies afspeelt. Maar het is natuurlijk een positie in ieder geval. Als je kijkt op de kaart, dan begrijp je wel waarom de Oekraïnse aanval zich daar heeft afgespeeld natuurlijk. Hè? Het is zo'n uitsteker. Je hebt daar natuurlijk de Dnieper. In het zuiden, hè? Ja, het is in de Dnieper. En als je Gerson zou kunnen veroveren, en dat stukje daarboven, zal ik maar zeggen, boven de Dnieper, dan is natuurlijk een verdere uitbreiding van de Russische macht langs de kust van de Zwarte Zee, wordt daarmee effectief geblokkeerd. Dus het is als het goed afloopt, maar daar bestaat allerlei twijfel over of ze wel in staat zullen zijn. Kijk, wat de Oekraïne tot op heden fantastisch gedaan heeft, is defensief, creatief vechten. En bovendien hebben de Russen daar een belangrijke bijdrage geleverd door zo stom mogelijk te vechten. Daarover is iedereen het wel eens dat het treurig is zo slecht als de Russen hun plannen hebben ten uitvoer hebben gebracht. Maar of dit goed gaat weten we niet, dat moeten we afwachten. Namelijk offensief vechten is veel moeilijker dan defensief vechten. Ook als je zo creatief vecht als de Oekraïners tot op heden hebben gedaan. Wat ik niet helemaal snap is de verbazing over die wapens die natuurlijk geleverd zijn door het Westen. Want er wordt gezegd, ja, die waren alleen voor de verdediging en nu worden ze ook gebruikt in de aanval. Maar ja, wat dacht je dan? Dat ze die Amerikaanse raketartillerie en zo. Nou, prima toch? Ja, denk ik ook. Maar er zijn dus mensen die zeggen, ja, daar waren ze niet voor bedoeld. Maar ja, dan moet je ze niet sturen. Nou ja, in dit geval, ik moet zeggen, dit offensief, als het een succes wordt, nogmaals, dat moet even afgewacht worden. Allerlei deskundigen die zaten daar toch geweldig over te piepen of het wel verstandig was. Zou het niet verstandig zijn nu ook tot onderhandelingen te komen? Denk aan Kissinger, die heeft dat ook gezegd. Om nu aan praten, want er komt toch nooit meer. Die Russen krijgen niet allemaal weg uit de Oekraïne. Ik denk ook niet dat ze alle Russen uit de Oekraïne weg kunnen krijgen. Maar als je hier succes hebt in dit beperkte offensief, in de beperkte ruimte daarbij, die Dnieper en die Zwarte Zee, dan kan dat wel heel effectief zijn. Ja, die raketten zijn schijnbaar ook afgestemd op dat ze dus niet Moskou kunnen bereiken vanuit Oekraïne. Nee. Maar volgens mij tot 80 kilometer max ik gaan ze. Ik denk ook niet dat ze een ambitie hebben om zo'n raket op Moskou af te schieten. Nou ja, ze hebben toch... Ze hebben meerdere plekken in Rusland hebben ze wel beschoten, maar dat zijn altijd munitiedepots en een bevelvoerende centra en zo. Waarbij je goed kunt argumenteren dat dat bij de oorlog hoort. Ja. En op zich ook nog wel een positief puntje is dat Oekraïne dus ook elektriciteit gaat leveren aan Duitsland. Het overschot dat ze hebben, omdat het door de oorlog minder gebruikt wordt. Ja, maar ik weet niet precies hoe het met de Oekraïnse energie zit. Want die centrale, waar een hele reeks van kernreactoren staat, die was net volledig afgeschakeld. Die leverde alleen nog stroom via noodleiding, begreep ik. En de VN-toezichthouders zijn daarbij, hè? Maar die hebben al medegedeeld dat ze daar bleven. Dat vond ik wel een vrij sterk punt. We gaan ook niet meer weg ook. Het is natuurlijk, maar ja,
Ik weet ook hier niet precies hoe de verantwoordelijkheden liggen, maar dat die oorlogspartijen daar natuurlijk, god allemachtig zeg, 6 grote kernreactoren, dat je dit totaal onverantwoordelijke gedrag. Dat zei die man ook, hè? Die volgens mij die woordvoerder van die groep VN-toezichthouders, die was daar niet blij mee. Maar ze hebben schijnbaar wel overschot, de Oekraïners. En dat wordt ook wel naar Polen zo gestuurd en dus nu ook naar Duitsland. Nou prima, zolang als ze dat hebben. Maar ik denk dat de winter in Oekraïne nog weer een hele andere propositie is dan de winter in West-Duitsland en Nederland. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes.